Ik ben Maarten Timmers, huisarts in Rotterdam-Zuid. Ik ben in de regio betrokken bij het uitrollen van de online inzage. Maar eigenlijk ook veel breder bij eigenlijk alle digitale diensten die op de huisarts afkomen. En daarom ben ik nu in mijn eigen praktijk gewoon begonnen met het afspraken maken, herhaalmedicatie en mondjesmaat ook e-consulten. Tot we straks de dossierinzage echt kunnen gaan bieden. Ik heb het nu al aangezet voor de e-regels. Want dat is het enige wat nog kan in mijn HIS. En dat bevalt me eigenlijk best goed. Ik was in het begin huiverig. Ik dacht, ja, wat gaat de patiënt nou allemaal vragen hierover? En wat krijg je te zien? En wat staat er eigenlijk in mijn probleemlijsten over patiënten? Ik moet zeggen dat nu steeds meer over leer en dat ik gewoon de dossiers openstel. Het eigenlijk best meevalt wat erin staat. En ik tot nu toe één dossier heb moeten aanpassen om het voor een patiënt begrijpelijk te maken. Ik ben er nu steeds positiever over. Was het voor mij een hele geruststelling dat het best objectieve data is die gedeeld wordt met patiënten. Bijvoorbeeld niet de hele soep, maar alleen de E en de P-regel. Dus je krijgt geen discussies over wat ik heb gezegd en wat de dokter heeft gehoord. Maar gewoon de diagnose of de huisartsdiagnose en het plan. Wat denk ik ook de meest relevante dingen zijn voor de patiënt om nog eens na te lezen. De dokter heeft nog steeds ruimte om ergens een notitie te maken voor zichzelf. Dat blijft gewoon bestaan. De gedachten die in je hoofd opkomen kun je veilig opschrijven. Hoeft de patiënt ziet die niet. En ik denk dat het heel belangrijk is om te realiseren dat de ziekenhuizen het al doen. Daar kan je als patiënt inloggen, dan kan je je specialistenbrieven zien en daar zie je ook een variant van de ENDP-regel over jouw ziektes. Die doen dat al een hele tijd. Die hebben gevraagd wat zijn jullie ervaringen ermee en die zijn eigenlijk ook overwegend positief. Als huisarts kun je daar niet in achterblijven. En ik denk dat we ook wel kunnen kijken van, nou, als het daar gaat, dan moet het bij ons ook kunnen.